Het autoverkeer in ons land heeft in de naoorlogse jaren enorme afmetingen aangenomen. Daarmee is ook de vraag naar tweedehandswagens toegenomen, zodat de autoveilingen die op verschillende plaatsen gehouden worden druk bezochte gelegenheden zijn. De verkoping die iedere woensdag bij het Olympisch Stadion in Amsterdam plaatsvindt, is wel een van de grootste. Ze staat onder deskundige leiding van auto-experts die iedere ten verkoop aangeboden wagen aan een minutieus in- en uitwendig onderzoek onderwerpen. Niemand hoeft dus bang te zijn een kat in de zak te kopen. In alle merken en prijsklassen kan men hier terecht. Er zijn oude beestjes bij, maar ook gloednieuwe sleeën. Als de veiling begint, wordt de auto voor het forum gereden en begint de afslager zijn prevelement. Een blauwe sedan bevindt zich in prima staat, zegt de verkoper. De heren experts zeggen, motor trekt zeer slecht. Olieverbruik zeer ernstig, dynamo slecht, chassis is krom. Voorasferen en achterasferen zijn gebroken. Wat is deze wagen waard? 20 gulden, meneer. Wie maakt het rond? 100 gulden in de loge. Niemand meer? 500, 500, 500 heb ik daar. Niemand meer dan 500 gulden? Niemand meer? Iedereen tevreden? Iedereen gezien? Is die voor u, meneer. En de volgende wagen rijdt voor. De heren experts zeggen, de motor is zeer behoorlijk. Olieverbruik is niet waarneembaar. Dynamo laat starterontsteking, luchtveldenleidingen. En alles is bij deze automobiel keurig in orde. Richting en wijzers ruitenwissers, signaalhoorn, koplampen, goddim en stadslicht, achterlicht, handrem, voetrem, koppeling, drijfas, kruiskoppelingen, versnelling, bak en achterbrug. Mankeert totaal niets aan. Wat mag ik daarop horen? 1400 gulden. 1400 gulden is daar geboden voor die vorst van een automobiel. 1675. Niemand meer dan 1675, niemand meer, is die voor u, meneer. Na de transactie kan de nieuwe eigenaar in zijn pas verworven bezit meteen wegrijden in het prettige gevoel dat hij met de wagen niet bekocht is.